Een aantal mannen en vrouwen zonder vrees scheurden zondag door de Linkebeekse straten met hun zelfgebouwde zeepkisten. De cultuurraad van Linkebeek en gemeenschapscentrum De Moelie organiseerden voor de zesde keer hun zeepkistenrace. En die stond ook nu weer garant voor spanning, sensatie en een paar echte pareltjes. Een aantal ouders hebben deze kist geshort, eigenlijk om het shorten te promoten. Ouders hebben deze kist geshort. Ouders hebben de kist geschort, bomen uit de tuin, de catalpa. Hij is wel flink gesnoeid nu, de boom. Ja, ja, alles is op. Ja. Maar hij leeft nog en hij is al teruggeschoten. De sterkte. We gaan heel stabiel naar beneden gaan. Snel ook? Vaak en zeker. Dat is verstandig, hè? Ja. Rem jij alleen aan het einde of ook tijdens het parcours? Ik rem tijdens het parcours, want anders gaat het veel te snel. Ik hou van snelheid, maar... Zijn jullie zo type supporters dat hoopt dat iemand uit de bocht gaat? Ja, eigenlijk wel, ja. Het is daarom dat we in die bocht staan. Nou, nog geen crashes gezien? Nee, tot nu toe nog niet, nee. Jullie hopen wel op meer, hè? Ja, dat wel, ja. Vorige keer ben ik tweede geraakt. Als ik zie wat er vandaag meedoet, denk ik dat ik zelfs zo hoog niet moet mikken. Maar het is zo plezant. De prijs van de meest blinkende kar is al sinds al voor jou. Dank u.